ben Jorn, ik ben projectmanager bouw in de regio Brussel. Projectmanager bouw die is verantwoordelijk voor alles wat bouw betreft in een bepaalde regio. Volgt alle projecten op alle nieuwe winkels die gebouwd worden in die regio. Dat gaat van een braakliggend terrein tot een oud gebouw die we kopen en volledig gaan renoveren tot een nieuwe of uitbreiden tot een nieuwe winkel. De regio Brussel, een speciale regio, omdat we toch te maken hebben met een hele variatie aan projecten en dat maakt het ook boeiend. Het is toch wel de bedoeling om op heel korte termijn het aantal winkels in Brussel te verdubbelen. Dus op een mum van tijd moeten er 15 bij komen. We staan hier in het opleidingscentrum in Molenbeek. Toch een van de heel speciale projecten die ik opgevolgd heb als projectleider. Een project die we gebouwd hebben aan de achterzijde van onze bestaande winkel. En nog wat oude gebouwen opgekocht. En daaruit hebben we toch wel een heel mooi opleidingscentrum gebouwd voor het Franstalige gedeelte van België. Met enkele burelen voor expansie Brussel. Toch wel een heel mooi uitdagend project. We zitten hier toch in een gemeente waar veiligheid, mobiliteit toch niet vanzelfsprekend is. En ik denk we mogen fier zijn op het resultaat. Mobiliteit is niet alleen een issue tijdens de werken, maar ook we werken hier in Brussel. We hebben een aantal afspraken, mensen werken een aantal uren thuis om het rendement zo hoog mogelijk te houden en dat werkt perfect.